Het verschil tussen beide ploegen tegenover elkaar op Sportpark Dijkpolder is niet zo heel erg groot. Excelsior Maassluis verzamelde een puntje. Jong Almere City wacht nog altijd op het eerste punt na de promotie en het innemen van de plek van Jong Volendam. Lekkere omstandigheden om te spelen. Hier is Pieter Langendijk. En raak! Vroeg in de wedstrijd. Nou ja, na een minuut of 20. Hij maakte er vorig jaar 17. Had nog geen rekening geopend voor dit seizoen, maar dat is nu wel gebeurd. 1-0, Pieter Langendijk, tevredenheid dus bij Excelsior Maassluis. En dit is snel daarna de tweede. Hij kwam van IJsselmeervogels, wilde op dit niveau blijven spelen. Steven Sanchez Angulo en de Colombiaan zorgt ervoor dat iedereen het eigenlijk naar zijn zin heeft op Dijkpolder, behalve die uit Almere. Box. Stijn Jacobs is een trainer die verzorgd wil spelen bij Excelsior Maassluis. Uiteindelijk vorig jaar ternauwernood op het hoogste niveau bleef. En hier zie je wel iets terug van dat verzorgde spel. Goeie aanval. Maar uiteindelijk lijkt het allemaal spaak te lopen. Tot hier Bram Wennekers is en het is 3-0. Prima doelpunt van de spits. Die toch ook vorig jaar de goal wel kon vinden. En daar is dan Pim Lucassen. Die gaat iets terug doen. Kwam van de Graafschap, deze speler. Hij moet het voorlopig dus bij Jong Almere doen. Overtreding op Langendijk. Die daar dan een rode kaart voor wil. Zover wil scheidsrechter Dreugen niet gaan. Het is geel voor Amoa Fouassam. Almere staat onder leiding van Danny Schenkel. Ook die probeert verzorgd te spelen met de talenten van de promovendus. Kijk, en dit ziet er aardig uit. Box komt er nog wel tussen, maar daar is Tijmen Wildenboer. En dan is het gewoon 3-2 en is de marge teruggebracht tot 1. En is er van de hegemonie van Excelsior Maassluis niet zo heel veel meer over. Deze jongens zijn dan ook vooral bezig met de opleiding natuurlijk. Dit is wel heel zacht. Daar had wel iets meer in gezeten, Kroma. En de bal in de voeten van Tom Box, opgelucht kan ademhalen. Daar is Excelsior Maassluis weer. Ja, Gabriel Urbanus vergroot de marge weer tot 2. Dat deed hij vorig jaar ook met grote regelmaat. Schippers legt die bal prima op zijn hoofd. Daar is die lange Box weer, die doelman. Hij heeft ook een goede trap en gaat hier direct op zoek naar Pieter Langendijk. Staat in zijn eentje tegen twee verdedigers. Heeft zelf natuurlijk ook wel profvoetbal gehaald. Bij Sparta gespeeld en bij RKC. En hier is het schot uit de tweede lijn. Hij zag Overman komen. Dat was de hulp die hij nodig had. De redding is er van Giulio van Tongeren. De jonge doelman van Jong Almere City. Goeie combinatie. Daar is Kroman. En die doet dat nu iets beter dan net. Ivoriaan, die al eerder scoorde in deze competitie, heeft nu zijn tweede te pakken en brengt eigenlijk Jong Almere weer terug. Publiek grote winnaar deze middag. Op Sportpark Dijkpolder, als je houdt van doelpunten, had je hier moeten zijn. En het kan zomaar eens zijn dat Almere hier nog een puntje gaat overhouden aan deze wedstrijd. Al eerder in het duel teruggekomen. En de vermoeidheid slaat toch ook bij Excelsior Maassluis inmiddels toe. Kijk, daar zijn ze weer. Kroma en het schot. En de kopbal. Ze gaan er allebei niet in. Pieter Veenstra is invaller. En had zich hier onsterfelijk kunnen maken voor zijn coach Danny Schenkel. Daar is Maassluis weer. Daar is Maassluis weer. En nu in de 90ste minuut. De goal van Devin Plenk. En dan kun je spreken van een beslissing in Maassluis. Ze hebben een paar keer de rug moeten rechten, maar dat heeft Almere ook gedaan. 3 punten voor Maassluis. Veel goals. 5-3 tegen Jong Almere.